deboodschap.today. Evenwicht, belangrijkste uitdaging bij bescherming binnenland. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling ondersteunt alles wat te maken heeft met de duurzame ontwikkeling en bescherming van het binnenland. Minister Edgar Dikan noemt het een belangrijke uitdaging om het juiste evenwicht te vinden tussen het vergaren van rijkdommen en het beschermen van de gebieden. Dit zei de minister bij de lancering van het project Matawai's Duurzaam Landschapsbeheer in het Lalaroek-gebouw op vrijdag 15 februari. Duurzame ontwikkeling van de tribale en inheemse gemeenschappen is met instelling van specifieke directoraten ook gedetailleerd opgenomen in het beleid van het ministerie. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.